Hallo allemaal, daar zitten we weer voor een verslagje van een dinsdagavondproeverij met het panel. Elke dinsdagavond, zoals jullie weten, proeven wij aan de Middenweg in deze prachtige kelder met ons proefpanel. Wat we binnenkort trouwens beter aan u gaan voorstellen. We hebben een mooi overzicht van ze in de maak. Er stond veel wijn uit Toscane op tafel weer. Toscane is sowieso een groot onderwerp wat we doen. Hè? Er is veel ingezonden. Ja. Ja. Dit keer hebben we vooral een selectie gemaakt van Chianti Classico met veel Riserva. Serieuze wijnen, wat Grand Selezione. En wijnen uit Bulgari en Toscana. Dus heel verschillende dingen. Vooral Sangiovese aan de ene kant en hier wat meer internationale druivenrassen ook. Hm. Ja, Toscane is wat dat betreft ook een gebied dat een beetje op twee gedachten hinkt eigenlijk. Ja. Als je naar Piemonte kijkt, waar Lars zich gespecialiseerd in is, dan zie je dat daar veel meer vastgehouden wordt aan de eigen druiven. Druiven als Nebbiolo, Barbera, dat is Grignolino, noem maar op. Echte eigen druiven. En Toscane heeft veel meer invloeden van internationale druiven. Ja. Zodat je zelfs bij wijnen als Vino Nobile of Chianti Classico gewoon internationale druiven vindt. En dat is, ik sta er altijd een beetje ambivalent in, omdat het toch een beetje ten koste gaat van de typiciteit van Sangiovese met name. Ja ik vind het vooral als Cabernet Sauvignon, gek genoeg als Cabernet Sauvignon wordt gebruikt. Ja. Merlot is minder dominant, kan het lekker afronden. Klopt volledig. Niet heel veel problemen mee. Cabernet is altijd ruiken, ook vaak meteen. Ja. Zelfs 5% Cabernet, dan krijg je een beetje dat groenige Cabernet karakter. En dat is eigenlijk zonde van de wijnen. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar toch, Brunello di Montalcino is de enige streek die na veel strijd heeft gezegd van geen andere druiven dan alleen de lokale Sangiovese. Ja. Ja, en alle andere streken, daar mag je gewoon andere druiven in gebruiken. En bij de wijnen die we eruit hebben gehaald, vier deze keer ook weer, is dat ook het geval. Bijvoorbeeld deze Fiticcio Chianti Classico 2015 Riserva. Dus je zou zeggen echt helemaal Sangiovese, maar er zit toch wat Merlot en Syrah in. Het mag gewoon, het mag tot 20% volgens mij zelfs. Maar het gaat niet ten koste van de kwaliteit van de wijn, want het is een hele mooie, krachtige, rijpe en volle Chianti Classico. 2015 is natuurlijk ook een goed jaar. Ja. En dan krijg je voor prijskategorie 8 bij de Monnik krijg je gewoon een prachtige wijn. Echt heel uitgebalanceerd en heel, heel smaakvol. Bij Rocca di Montegrossi zijn ze wat meer recht in de leer. En dat is 95% Sangiovese met 5% Pugnitello. Ja. Wat voor druif is dat? Ken je dat? De kleine vuist schijnt het te betekenen. Een soort petit verdot. Ja, een vergeten druif die weinig opbrengst geeft. Dikke schillen, laat rijpen, volgens mij veel zuren. En dat was waarschijnlijk de reden waarom zo'n druif natuurlijk op een gegeven moment uit de gratie is geraakt. Ja. Maar nu onder andere door een initiatief van de Universiteit van Florence en San Felice weer een beetje aandacht krijgt. En doet het heel mooi in deze wijn, denk ik. Ja, scoorde hoog. Dit is Chianti Classico Gran Selezione. Ja. En dat heeft de Chianti Classico in het leven geroepen om toch zijn imago wat op te vijzelen. En dus met bijzondere wijnen die ook gekeurd worden en getest worden om nog een beter imago te creëren ten opzichte van de IGP Toscana. Want dat zijn toch vaak de duurste wijnen. Ja. Eck & Maurik, prijskategorie 9. Echt een hele krachtige, volle, mooie Chianti Classico. Ik moet zeggen, een indrukwekkende wijn. Ja. Wel heel getypeerd ook, moet ik zeggen. Ja, heel mooi. Ja. Ja, Bulgari is natuurlijk een ander verhaal. Een beetje, gekscherend of wat missen. Een beetje het Bordeaux misschien van Toscane. Hoewel het heeft een hele eigen stijl ontwikkeld, denk ik. Absoluut. Dat is het niet meer zo. Ja. Maar goed, een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk de wijn van Gaia. Die op Kamakanda maakt, Magari. Cabernet Franc 60% en de rest Petit Verdot en Cabernet Sauvignon. Dus echt een blend van Bordeaux druiven. Echte Bordeaux blend, ja. Grappig genoeg gekozen voor een hoofdaandeel Cabernet Franc. Een druif die op zich iets eerder rijp is dan Cabernet Sauvignon. Maar wel degelijk eigenlijk in warmere gebieden hele goede resultaten geeft. In Chili, in Zuid-Afrika en ook in Bulgari. Maar het ligt ook wel aan de kust natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat is wel het verschil met Chianti Classico of Vino Nobile of Brunello, dat het meer landinwaarts, meer continentaal is. En Bulgari is meer aan de kust. Dus er is toch een soort zee-invloed die je daar wel merkt. En daardoor kunnen die Bordeaux-druiven het daar ook wel goed doen, volgens mij. Ja, een wijn van Kwast natuurlijk, Kwastwijnkopers. Prijskategorie 10.
Ik geloof een euro of 60 in de winkel. Maar ja, dan heb je ook een prachtige wijn. Absoluut. Ja, absoluut. Het is alleen maar beter geworden, wat Gaia in Bulgari doet. Ja. Het is eleganter geworden, minder hout bepaald en echt heel mooi. Ja, absoluut. Ja. Ja, en de laatste wijn die we eruit hebben gehaald, die geef ik even aan jou. Uccelliere, dat is ook een producent van in Brunello. Maar het is natuurlijk toch leuk om Toscana te maken. Toscana is gewoon net als de oude Vino da Tavola. De IGP heeft gewoon prestige. Ja. En als je dan bij 70% Sangiovese nog Merlot en Syrah doet, 20 en 10%. Dan mag het ook geen Brunello meer heten. Het mag geen Vino Nobile heten. Het is ook te veel voor Chianti Classico. Dus dan wordt het Toscana. Maar ja, aan de kwaliteit doet het ook weer niks af. Het is natuurlijk een 2015 Rapace. Uitstekende wijn, rijk en vol, mooi in balans, elegant. En met ongeveer €30 bij Horizon Wines. Ja. Uitstekende wijn, absoluut. Supermooi, meer, heel Toscaans in die zin dat gewoon Sangiovese met internationale druiven gecombineerd lekker wijn oplevert. Ja, dat blijft toch wel bijzonder van Italië en ook van Bulgari, dat ook al werken ze met Bordeaux druiven, er zit toch altijd een hele Italiaans karakter in die wijnen. Dat vind ik wel heel prettig. Dat hebben ze ook steeds beter geleerd. Goed droog gemaakt, goede zuren. Ja. Hè, zelden heel zwoel en jammig op een paar kultwijnen na misschien. En goedkoop zijn de wijnen nooit. Goedkoop zijn ze niet, nee. Maar dat moeten we accepteren. Ja. Proost.